Ben je lid van de VARA en abonnee op de VARA-gids? Dan geniet je natuurlijk nog meer van al die fraaie VARA-tv-programma's. Dat komt door de alles op één rij-indeling van die VARA-gids. Overduidelijk, zonder geblader. Als je mee wilt genieten, dan word je ook lid en abonnee op de VARA-gids. Dan pak je meteen onze speciale zomeraanbieding mee. 15 gidsen voor een tientje. Bellen mag nu 035 711 911. En in de gids van deze week bijvoorbeeld een artikel over de hoofdrolspeler uit de nu volgende film. Saint Jack, een Amerikaanse film uit 1979 van Peter Bogdanovich. Jack, de hoofdpersoon, kan maar nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen en hij verdient 's nachts wat bij als pooier. Zijn droom is ooit nog eens een hoerenkast van klasse te drijven, maar de onderwereld ligt natuurlijk ook altijd op de loer. Voor de regisseur was het schijnbaar ongerijmde karakter van zijn hoofdpersoon het belangrijkste. Voor de buitenwereld is het een pooier, maar tegelijkertijd is het eigenlijk ook een aardig en nobel persoon. Die hoofdrol wordt gespeeld door Ben Cazzara. En tot slot maak ik u attent op het camerawerk van de Nederlander Robbie Muller. Dames en heren, Saint Jack.